De openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo is vandaag gehouden. Woensdagavond zijn alle 274 processen verbaal verwerkt. Het proces is moeizaam gegaan met diverse incidenten. Voor zover nagegaan kan worden, is er geen verandering gekomen in de zetelverdeling in Paramaribo. De VHP heeft 7 zetels gehaald, de NDP 5, NPS 3 en de AWOP 2. Het proces is nu in de gaten gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau, de politie en vertegenwoordigers van de politieke partijen.